Dat was één. Die staat er wel in. Jawel, het gaat gebeuren. Fit Girl Disney is back! Hallo lieve allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vrijdag, happy Friday! Yay! Het is weekend, maar niet zo heel boeiend, want het is natuurlijk ook nog steeds kerstvakantie. Dus ik zit eigenlijk een beetje binnen vandaag weer. Daarom ook niet gevlogd, ik heb gewoon lekker gespeeld met Jax. En Yola heeft gewoon lekker gechilled. En we zitten nu na te denken om straks naar de bios te gaan. Leek me wel leuk. Maar ik heb zelf niet echt heel erg veel zin in echt een kinderfilm. En er is wel één film die is vanaf 9. Dus misschien is dat wel heel leuk. Dus Yola is toch bijna 9. Nog maar anderhalve maand. Dus we gaan nu even deel 1 kijken. Ik ga wel vast kijken of er sowieso nog plek is in de bios. Want het is natuurlijk kerstvakantie. Dus het is ook heel erg snel uitverkocht. We zijn nu onderweg. Naar, hoe heet die film? Geen idee. Oh ja, Fantastics Beats of zo. Iets met Beasts? Nee, Beats. Beats? Ja, weet ik. Ik heb deel 1 gekeken en die was wel echt heel vet. Dus we hebben besloten om toch te gaan nog. Woehoep. Ja. Super gezellig joh. Ik heb er vet zin in. Even lekker de girls only op stap. Alweer. Maar ja, laatste kerstvakantiedag. Je mag wel even gevierd worden, toch? Niet echt laatste hoor. Dag. Wel de laatste vakantiedag, want morgen is het weekend. Dat is waar. Ja. Nou ja, ik heb deel 1 niet gezien, want ik moest editen. Maar Yola die vond het de moeite waard om te gaan. Of deel 1. Het is in ieder geval de andere film hiervan. Hier mag het wel. Alleen niet in. Best. Verandering. Ja. We zijn er best goed in. Yola die zit dus de hele tijd helemaal in mijn armen gekropen tijdens de film. Het beginstukje. Dat was één. Ja? Dat beginstukje was toch één? Ja. Zo chill dat je hier pauze hebt. Ik vind het wel even lekker. Eng hè? Eng en heel leuk. Heel spannend hè? Ja, heel spannend en wel leuk. Maar ook wel weer heel eng. Een beginstukje. Oh, en dat dat meisje dat ding aanraakte. En dat gebouw zo. Het gebouw zo helemaal poef. Nou, het was heel gezellig in ieder geval. En heel leuk. Echt een beetje Harry Potter-achtig. Ja, maar dan nog veel enger. Oeh. Echt veel eng. Hallo, het is zaterdag vandaag. Yola en ik zijn aan het simsen. Nou ja, zover lukt, want Jax is een beetje... Ja, wat zullen we zeggen? Zijn tand is nu echt definitief door, zijn boventand. Maar ik denk dat die ernaast ook eraan komt. Oh, gaan we weer. Heeft net gedronken. Het gaat heen en weer met deze kerel. Maar hoe je het ook bent of keert, hij heeft veel aandacht nodig. En hij, zie je, je ziet het ook, de hele tijd met zijn hand in zijn mond. Hij heeft gewoon echt duidelijk, heel duidelijk last van zijn tanden. Hè, lieverd? En dan moeten we jou een beetje bijstaan, hè? Ja. Ja. Ik weet niet of jullie nog weten dat ik zo'n last heb van mijn lippen. Met name droogheid. En pulkverslaving. Ik heb nu dit gekregen om te gaan proberen. Dus ja, dat ga ik even een aantal dagen proberen. En dan laat ik jullie nog weten of dit voor mij werkt. Het schijnt dus echt heel erg goed te zijn voor je lippen. En zeker voor wat ik heb. Dus echt hele droge lippen en pulken. Ja jongens, het gaat eindelijk gebeuren. Jack slaapt even en ik ga ook even liggen in plaats van werken. Want ik ben zo kapot door deze nacht. Ik kan gewoon niet meer. Ik wilde zo graag gaan sporten. Maar zelfs dat, ja, ik kon mijn lichaam het gewoon... Ik kon het gewoon niet van mijn lichaam verwachten. Dus... Bart is wel naar de sportschool geweest. Ik hoorde net dat het heel gezellig was. Ik ga nu echt even... 5 minutes later. Nou, het is maar goed dat ik met kleding aan ben gaan liggen. Want het was wel geteld voor 10 minuten. Tandje.
Komt misschien je andere tandje nog? Ik ben zo moe. Ik kan wel janken gewoon. Ik moest steeds met mijn sportkoptelefoon editen. En dat is heel lastig. Omdat die op mijn oren zitten. Dus dat drukt best wel hard. Ik heb echt een over-ear nodig. Zo, die zit wel echt over je hele oor heen. Dat is wel vet. Ik kan me wel even laten weten wat ik van deze vind. Hij zit er lekker. Ja, hè? Zo jongens, mezelf opgelapt. Nog even stofzuiger door het huis heen gehaald. Zodat ik toch nog een wat beter gevoel heb over deze dag. En nu gezellig naar de vrienden lekker eten. Toet. Oh, die wangetjes. Wil je toch geen bijten? Tadaa. Jij bent een leuke koekje. Ja, jij bent ook een leuke koekje. Hoe heet het nou? La Storia. La Storia. Dat is een La Storia. Nou, er zitten ze door de apen. Ik heb echt gewoon een film. Ja, gewoon. Kennen jullie die ene film? Van die vier mannen. Hoe heet ze ook weer? American Pie. Ja. Oh ja, nou, hier zitten ze hoor. De Reunion. Reunion. Reunion American Pies. En hier zie je een foto. Kan Jeroen wel de vlog overnemen? Jo, jo, jo. Ja hoor. Ik sta er wel nog. Ja. Oh, Guido is weer lawaai aan het maken. Oh, sorry. Geen kinderen in beeld. Ja, oké, die van mij mag wel in beeld. Hij slaapt, kijk. Zo, Bart heeft weer een nieuwe van Bommel. Schoenen. Yes, trotse Bart. Zwaaienaard. Deze had ik. Dit is met groen, cognac en rood-bruinig. Dit zijn de nieuwe. Dus met blauw en donkergroen. Bart. En ik krijg binnenkort een donkergroen pak. En dan staat dit heel mooi bij. En ik heb een donkerblauw pak. En laat die achterkant ook even zien. Dat is echt super mooi. Ja, de achterkant is echt mooi. Ja, ik vind het heel mooi. Oké, ik ga Jax in bed leggen. En de mannen die komen hier straks naartoe. En dan gaan ze bowlen. Volgens mij wilde Jeroen heel graag de camera meenemen. Dus ik zal hem meegeven. Ja. En daar krijg je nu shot van. Daar krijg je nu shot van. Camera, Jeroen. Ja, ja. We gaan beginnen. Mark. Oh, hij is ingezoomd. Hij is ingezoomd. Ik laat wel even zien hoe het komt. Ja, goed. Oeh. Lekker Guido. Jeroenski. Hop, 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 hop. Pak de lichte bal in, Jeroen. Auwe. Yeah! Oh, jouw. Die staat er wel lekker. I got something I'd like to show you. Netjes jongens! Wow. Dit is Jax zijn ochtend. Serieus? Jawel, het gaat gebeuren. Ik ben er weer. Just pass. To your lip gloss, red carpet walking, they just watch. Sunlit, yeah, this is your big shot. Tick tock, your 15 minutes start right now. Time for the big show. Lights down, you about to explode. Expose your clothes, looking in vogue. Go, girl, girl, you should get cool. Just bump into it. It's a liar in my bed, my bed, in my bed. Zo, dat is toch wel weer even perfect wakker worden, zo hè? Eerst even lekker knuffelen met je kleintje.
Die verzorgen, even sporten en nu een douche pakken. Jezus. Soms heb je dat wel eens, dat je camera de hele tijd aanstaat en dat je helemaal niet aan het opnemen bent. Dus, maar ik wil dus even een roommack dingetje laten zien die ik gisteren had gedeeld, deze. Gelezen? Oké, dus we gaan nu even de Fit Disney look doen. Fit Girl Disney is back! Dit is de, hoe noemen ze dat ook weer als je aan het trainen bent voor een wedstrijd? Dan ben je toch hashtag out of zo? Of hashtag zoveel dagen te gaan tot de wedstrijd? Ja, dat is allemaal. Ja, we laten natuurlijk altijd het echte leven zien. Dus ook als hij de hele dag huilt, maar ook als hij de hele dag lacht. Hey Jax. Moet je eens kijken jongens, wat ik heb hier voor avocado. Deze is echt zo mooi. Moet je zien hoe groot. Die komt van de markt. Opa Harold was net even langs. En die had deze op de markt gekocht voor 1,50. Nou zeg. We moeten weer vaker groenten gaan halen op de markt, hè, Jax? Super chill, we hebben eten besteld. Kijk dit mannetje naar zich. En Jax is weer de hele tijd aan het lachen. Een en al lachenbek. Oh, mama. Ja! Mama. Ja? We sluiten de vlog af met Jax de Laan. Oei! Even. Ja hoor. Oh ja, Jax sluit de vlog af vandaag. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneer is gratis. Doei.